Maar het is belangrijk, denk ik, voor ouders om het welzijn van hun jongeren, van tieners, te bevorderen, is dat ze eigenlijk proberen in te spelen op wat we noemen een aantal vitamines voor de groei van jongeren. Jongeren beschikken over drie verschillende vitamines die belangrijk zijn. Er is autonomie, zeker een tiener die wil graag een aantal beslissingen zelf kunnen nemen. Die wil graag het gevoel hebben dat hij gehoord wordt en dat zijn mening wordt gerespecteerd. Omdat hij ook in een fase zit waar hij meer keuzes zelf gaat maken. Een tweede is, die band met die mama en die papa, die bleef belangrijk. Hoewel dat ze natuurlijk ook wel leeftijdsgenoten hebben, omdat ze in toenemende mate mee optrekken, is een stuk verbondenheid en intimiteit ervaren met je kind als ouder ook zeer cruciaal. En ten derde is eigenlijk een gevoel van competentie, van iets te kunnen. Jongeren worden natuurlijk beter doorheen de schooljaren, bijvoorbeeld, of in hun hobby's ook. Maar het is belangrijk dat ze ergens het gevoel hebben van vaardiger te worden in een aantal zaken. En dus het algemeen advies voor ouders is om die vitamines zo goed mogelijk daarin te voorzien.